denk dat de sector, de ENP-sector, groengas vooral als een grote kans zou moeten zien. Groengas wordt heel belangrijk voor Nederland. Groengas biedt ons de mogelijkheid om de energiemix te verduurzamen. En het is een ideale combinatie. Ik denk dat dat aardgas een hele waardevol middel in handen heeft om te helpen aan de vergroening van Nederland. Aardgas kan langer gebruikt worden als een primaire energiedrager. En dat verbetert dus ook de perspectieven voor de hele Nederlandse gasindustrie. Hoe groen is aardgas? En wordt dat imago van aardgas groener als we er groen biogas aan toevoegen? Belangrijke vragen voor de algemene acceptatie van aardgas in onze totale energiemix. Maar de perceptie van aardgas is ook belangrijk voor het hele investerings- en vergunningenbeleid in de toekomst. Als ons aardgas steeds meer uit nieuw aan te boren, kleinere voorraden zal komen. Nou, ik denk dat aardgas schoner is als aardolie. Nee, ik denk dat aardgas dan wel schoon is. Ons aardgas is denk ik heel groen. Nou, ik denk als ik de schaal 1 op 10 kijk, dat dan aardgas op 5 zit, middenmoot, redelijk schoon. Ja. Oh, ik neem aan dat aardgas wel groen is. De helft uitstoot van kolen, dat is een inschatting natuurlijk. Zonne-energie en windenergie is beter, maar dat is duurder in aanschaf. Ik denk zonne-energie dat het milieuvriendelijkst is. Nou, ik bedoel, kernenergie ben ik sowieso tegen. Als je van wind alleen afhankelijk bent of... Ik denk dat die ontoereikend zijn om zeg maar een redelijke bijdrage te kunnen leveren aan de energiebehoeften in Nederland. Nou, ik denk dat je een mix moet hebben. Feit is dat al onze elektriciteit in centrales voor 60% wordt opgewekt met aardgas als brandstof. Als flexibele basisbrandstof, die de wisselende opbrengst van wind- en zonne-energie kan aanvullen, die samen 5% uitmaken van onze energiemix. Aardgas levert als schoonste fossiele brandstof de minste CO2. Want gas als brandstof levert 200 ton CO2. En de vergelijkbare hoeveelheid kolen, bijna twee keer zoveel. 360 ton. Nieuw is de toevoeging van groen gas aan ons landelijk aardgasnet. Afgelopen zomer als eerste land in Europa. Groen gas is opgewaardeerd biogas, gecertificeerd volgens officiële aardgasspecificaties. Biogas ontstaat in vergistingsinstallaties. Uit koeienmest, organisch afval of huisvuil. Toegevoegd aan aardgas kan het via de bestaande netwerken naar alle verbruikers worden getransporteerd. In 2020 zal het al gaan om 5% van de gaslevering. In 2030 al 20%. Ik denk dat de sector, de ENP-sector, groengas vooral als een grote kans zou moeten zien. Ik denk dat het voor de sector ongelooflijk belangrijk is dat ze duidelijk maken dat gas een integraal onderdeel kan blijven van een groene energiemix in het algemeen. Dus de energiemix in de toekomst zal minder moeten gaan bestaan uit fossiele brandstoffen. Dat weten we allemaal richting 2050. Maar binnen die energiemix zal aardgas en groen gas een belangrijke rol kunnen spelen in Nederland. Groen gas gaat heel belangrijk worden voor de aardgassector in Nederland. En groen gas is ook echt een vriend van aardgas in dit opzicht. Groen gas biedt ons de mogelijkheid om het product aardgas te verduurzamen. En de GasUnie streeft er dan naar elkaar om in de toekomst een belangrijk aandeel voor groen gas weg te zetten. Aardgas en groen gas zijn in feite dezelfde soort gas. Hè, dus de chemische substantie is hetzelfde. Dus je kunt het zo bijmengen in het aardgasnet, het groene gas. En het zal ertoe leiden, aardgas, dat stapje bij beetje vergroend kan gaan worden. Nou, groen gas is een goede kans voor de industrie. Uiteindelijk verduurzaamt het de hele sector. Dat geeft een kans. Anderzijds verlaagt het de CO2-uitstoot, gemiddeld over het verbruik van aardgas. Vergroot het draagvlak. En uiteindelijk zal aardgas over een langere termijn gebruikt kunnen worden als primaire energiedrager hier in Nederland. En dat is uiteindelijk positief voor de hele gasindustrie. Dit was Aardgas-update van vandaag. Helemaal over groen gas en over het belang daarvan voor de rol van aardgas in onze energiemix. Binnenkort meer over de vraag: hoe groen is het imago eigenlijk van de hele gasindustrie? Bekijk ook onze andere afleveringen. Bijvoorbeeld over de energieplannen van ons kabinet.
Of over de vraag, hoeveel aardgas hebben we nog? Eigenlijk is het Groningenveld te vroeg leeg. Dus we zullen nog naar nieuwe gasvoorraden moeten zoeken. Of, en daar zie ik nog grotere kansen, Nederland zal een rol moeten spelen met de... Tot de volgende keer. Tot ziens.